in 2012 een geweldige sportprestatie hebben neergezet. In de categorie sporttalent, het jeugdteam, sportman, sportvrouw en sportteam. We gaan ze vandaag in het zonnetje zetten en daar hebben we uw hulp hard bij nodig. Super dat u aanwezig bent vanavond. En natuurlijk hoort zo'n huldiging altijd een wethouder bij. En het is mij weer een eer om wethouder Meijer naar voren toe te vragen. Onze wethouder sport. Uw applaus voor Bert Meijer. Ik wil graag naar voren hebben Lisanne Schonebeek, de atlete bij de Nederlands kampioenschappen atletiek outdoor voor D-junioren. Behaalde Lisanne de zilveren medaille bij de 60 meter sprint. Uw applaus voor Lisanne Schonebeek. Uw applaus voor Kevin Stel. Uw applaus voor Lentine Klaassen. Voor Serena Stel. En tot slot, genomineerd in de categorie sporttalent is Daphne Mulder. Inclusief fanclub hier ook aanwezig. Zij danst al jaren in de selectie jazzdance van Dos Castricum. Op 11 november werd ze met een daverend optreden Nederlands kampioen jazzdance solo juniors met haar eigen choreografie. Uw applaus voor Daphne Mulder. En ik haal graag mijn collega Peter van Raalte op het podium, dames en heren. Want wij hebben een hele bijzondere gast in ons midden. Dat is namelijk de heer Joop Harmans. En hij komt daaraan en mag ik uw applaus? Want dit verdient groot respect dat deze meneer hier vanavond aanwezig is. Peter. Ja, dames en heren, ik heb een bijzondere gast hier op het podium. Joop Harmans. U kunt... Even een handje. Meneer Harmans wil dat heel graag alleen doen, mevrouw Poel. Meneer Harmans is namelijk pas 91 jaar. En meneer Harmans heeft deelgenomen aan Olympische Spelen. Meneer Harmans, nu we boven zijn aangekomen... kunt u mij vertellen welke Olympische Spelen u heeft deelgenomen? Een beetje meer naar het midden, alstublieft. 1948 in Londen. En welk onderdeel? Ploegachtervolging. Op de fiets? Ja. En welke plaats heeft u toen bereikt? We zijn uitgeschakeld door Uruguay in de kwartfinale. Dat is veel beter materiaal dan wij. U reed nog op houten velgen, hè, toen? Ik reed nog op houten velgen, ja. Meneer Harmans, 1948 dus, Londen, Olympische Spelen. Samen met Fanny Blankenskoen nog in de Olympische ploeg gezeten. Heeft u een boodschap voor deze jonge sporters? Nou, in ieder geval... Sport moet wel op de eerste plaats staan. En als ze de volgende dag een wedstrijd moeten spelen... niet tot 's nachts 2 uur in de disco zitten... maar enkel voor de sport te doen. Dames, jullie hebben het gehoord. Leven voor de sport. Ja? Dus niet tot 2 uur in de disco zitten. Dank u wel, meneer Harmans. Kaelin, jij komt net uit het water. Ja. Wat moest je zwemmen? Ik moest 's ochtends 100 rugzwemmen en net de 200 vrij en 200 wissel. Op het NK? Ja. En is het goed gegaan? Ja, ik heb op alle afstanden PR. Alle afstanden PR, maar geen ereplaatsen? Nee. Lentine, waarom eigenlijk niet bij Castricum? Waarom bij Lycurgus in Krommenie? Nou, ik doe de meerkamp en in Castricum zijn ze vooral gericht op hardlopen. En Lycurgus is een grotere groep die vooral op meerkamp is gericht. Dus dat is wel leuk om daar te spelen. En op de meerkamp presteert Nederland best goed, hè, bij de dames? Ja, heel goed. Het is heel leuk, ja. Daphne Schippers, je groot voorbeeld? Ja, zeker, ja. Ik vind het een mooi moment om bekend te gaan maken wie er sportkampioen wordt in de categorie... Talent. Wordt het Lisanne Schonebeek? Wordt het Kaelin Stel? Wordt het Lentine Klaassen, Serena Stel of Daphne Mulder? Eén ding is zeker, dames. Een geweldige prestatie geleverd in 2012 met een prachtige nominatie. Wees daar in ieder geval trots op. Sander, hebben we trouwens helemaal geen mannelijke genomineerden? Ik wilde er niet over beginnen. Oké. Okay. Ik hou de microfoon gewoon vast, zodat de wethouder bekend kan maken wie er sportkampioen wordt. Ja, u zei genomineerd, maar ik ga bekendmaken wie de eerste prijs heeft gewonnen. Het sporttalent van het jaar 2012 is geworden
Lisanne Schonebeek. Lisanne Schonebeek, kampioen jeugdtalent 2012. De bloemen en de beker is voor haar. Ook de andere sporters krijgen bloemen. Mag ik uw applaus voor deze geweldige talenten van 2012? In de categorie jonge talenten is de winnares Lisanne Schonebeek uit Castricum. Ze doet aan atletiek. Lisanne, gefeliciteerd met je overwinning. Bedankt. Ja. Nou, meestal is dat onverwacht. Of voor jou ook? Ja, want ja, die anderen waren ook al gewoon heel goed. Dus ik, ja, de kansen waren een beetje gelijk. Maar het is altijd lastig om een atleet en een zwemster te vergelijken. Ja, dat ze andere meten ook en zo. Dus. Er zat één meisje van je club bij je? Ja. Maar die zit in een andere categorie? Ja, die is ouder. Want jij, hoe oud ben jij? 13. En dan ben je D-junior of C-junior, wat is het? D2. Ja. Ben je dan Nederlands kampioen of wat ben je in die categorie? Dit jaar ben ik Nederlands kampioen geworden. Vorig jaar was ik Nederlands kampioen meerkamp. En ben ik tweede geworden op de sprint, horde en ver. En dan buiten nog een keer op de sprint. Waarom ben je ooit op atletiek gegaan? Nou, mijn broer zat er ook op. En ik heb een keer meegedaan aan de cross. En toen vond ik het al heel leuk. En ik was er ook goed in, dus toen ben ik erop gegaan. Was je broer ook goed? Ja, die mag ook meedoen met de NK's altijd. Maar die is nu geblesseerd, dus. Heb je dat van je ouders meegekregen? Ja, die staat ook al op atletiek. Ja. Okay, je moet elke keer naar Krommenie heen en weer. Hè? Hoe doe je dat? Nou, mijn ouders brengen we en dat is niet zo heel ver. Hoe vaak train je dan? 2 keer in de week ongeveer. Valt nog mee eigenlijk? Ja. Dat is goed te combineren met school? Ja hoor, maar op zaterdag train ik nog een keer extra in Amsterdam. Want dat is regiotraining en dat is wel 2 uur. Dus dat neemt wel wat meer tijd in beslag, maar lukt op zich nog wel. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Ik wil graag weer meedoen met het Nederlands kampioenschap meerkamp. En ik wil daar ook wel graag een prijs halen. En misschien mijn persoonlijk record verbreken. En ja, ik hoop dat ik mee mag doen met het Nederlands kampioenschap verder nog. De derde plaats. Ik nodig ze van harte uit op het podium.
Dat zijn Marit Metselaar en Sarah Beentjes voor Jazz Dance. Inclusief fanclub, u hoort het. Sarah en Marit dansen al geruime tijd bij DOS. Ook genomineerd in de categorie jeugdteam Vitesse 22, de voetbal. Kom maar naar voren. De B-meiden zijn in het seizoen 2011-2012 voor de winterstop als eerste geëindigd in hun pool. En daarna zwaarder ingedeeld. Wat niemand verwachtte, zij werden in de zwaardere pool ook daar eerste en daarmee kampioen van 2012. Kate Straten en Fabienne Mulder. Ook van DOS. Kate en Fabienne zijn al jaren actief bij DOS en al snel zijn ze opgenomen in de selectie. Met een spetterend optreden werden ze in november in Sporthal de Bloemen Nederlands kampioen Performing Arts in de categorie Duo's Junior Showdance. Dames, ook van harte welkom op het podium. Team Kronenburg Volleybal, A-jeugd. Jullie hebben meegedaan aan het Nederlands kampioenschap. Dus jullie behoorden tot de nationale top. Ja, dat klopt wel een beetje, hè, van Nederland. Hoe heb je dat bereikt? Nou ja, gewoon goed trainen, goed op elkaar ingespeeld zijn en dan ook lekker spelen. Iedereen heeft zijn waardecheck. De spanning is om te snijden hier in de tent op de Brink. En u heeft de envelop met het verlossende antwoord. Ja, dat heb ik zeker, Sander. En dat verlossende antwoord gaan we zo dadelijk ook geven. En om nog verder de spanning op te voeren, we hebben twee winnaars deze keer. Twee winnaars. Dus ben je niet bij de eerste, dan is er in ieder geval nog een kans voor de tweede. En we hebben daarom ook twee bekers, maar dat begrijpt u. Het team wat in ieder geval gewonnen heeft, dat is de A-jongens van Kronenburg. Gefeliciteerd. Kronenburg voor de eerste geschiedenis van deze vereniging namen ze deel aan het NK voetbal voor jeugdteams. De tweede team van deze mooie klassiekunstclub deden mee. Deze A-jongens van Kronenburg met de derde. Gefeliciteerd heren met jullie sportkampioenschap 2012. De tweede winnaar voor het sportteam van de jeugd van de 2012. Die zijn geworden Kate en Fabienne. In de sporthandelboeren Nederlands kampioen performance in de categorie Duo's Junior Showdance. Uw applaus voor Kate Straten en Fabienne Mulder. Winnaars bij de jeugdteams zijn de A-junioren van Kronenburg. Ik heb twee heren bij me staan. Elmar Hoberg en Auke Pausinga. Heren, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Ja. Onverwacht waarschijnlijk. Ja, zeker onverwacht. Maar ik vind jullie wel de enige winnaars van formaat, want jullie zijn Nederlandse top. Ja, we zijn echt de Nederlandse top. Derde van Nederland, onwijs natuurlijk. Gaat over het vorige seizoen, Auke. Vertel eens wat over dat seizoen. Het was eigenlijk een heel, voor ons een nieuw seizoen. Het was allemaal nieuwe jongens in het team. En we hadden eigenlijk eerst geen coach. En toen hebben we een vriend van ons van vroeger, van onze ouders, is ons gaan coachen. En dat is eigenlijk wonderbaarlijk goed gegaan. Dus we hebben de eerste seizoen zelf alles gewonnen. De tweede seizoen zelf eigenlijk ook op de laatste wedstrijd na. En toen zijn we derde geworden op het NK. Dus jullie zijn niet een team dat al jaren bij elkaar speelt? Jawel, we zijn al jaren nieuw. Alleen, we zijn al jaren met elkaar. Alleen, de competitie was nieuw voor ons. Okay. Dat was het meer. Ja. Ja. Speelden jullie dan ook in de hoogste klasse van de A-junioren? Ja, de allerhoogste klasse. De top, de topklasse. Dus ook tegen teams als Zaanstad en alle... Nee. Zaanstad heeft geen jongens A-team ingeschreven. Die speelden als senioren, dus vandaar hoefden wij daar niet tegen. En jullie speelden door het hele land? Nee, we hadden zeg maar in de regio. En op het NK kwamen zeg maar alle kampioenen van alle regio's bij elkaar. En daar werd dus uitgevochten wie de Nederlands kampioen was. En wat is de kracht van jullie team? De kracht is dat we een onwijs sterk samenspel hebben. En we hebben gewoon hele goede trainers.
die ons hartstikke goed begeleiden. En we zijn ook hele goede vrienden van elkaar. Ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. Okay. Hoeveel uur train je? Ik train 6 uur in de week. Okay. Genomineerd CSV Meervogel 60, FC Castricum Heren 1 en voetbalvereniging Limmen Dames 1. Genomineerd in de categorie Sportteam 2012. De beker gaat al over het podium, maar naar welke groep, naar welk team zal die gaan? Nu naar de wethouder. En vervolgens naar mij, dankjewel. Wij gaan bekendmaken wie er sportkampioen wordt in de categorie sportteam. Wethouder. Ja, er staan sommigen al in de startblokken, maar die zijn misschien veel te voorbarig. Het team. Wat gekozen is als sportkampioen van de gemeente Castricum is geworden FC Castricum. In de categorie teams werd het eerste voetbalelftal van de FC Castricum. Dus niet in de prijzen vielen de dames van Limmen, maar wel bij mij hier bij de camera. Nathalie Holleberg, aanvoerster van het eerste team van Limmen. Jullie wonnen niet, maar ik had liever wel gehad eigenlijk. Ja, nou ja, we hadden het ook niet verwacht. We zijn geen kampioen geworden het afgelopen jaar. Dus wat dat betreft waren we ook de underdog. En ja, FC Castricum heeft... Ja, als je kampioen wordt, dan onderscheid je je toch. En wij hopen ons dit jaar te onderscheiden door een kampioenschap. Ja, vorig jaar heeft FC Castricum een fantastisch jaar gemaakt. Maar dit jaar brengen ze heel weinig van terecht. En zo raar dat je dan een prijs krijgt. Ja, dat is waar. Maar ja, wij hebben heel veel mensen opgeroepen om op ons te stemmen. Dus we hoopten daardoor misschien een voorsprong te kunnen pakken. Maar helaas. Ja, helaas. Jullie hadden vorig jaar een goed seizoen, zei je. Ja, we... Vorig jaar zijn we als derde geëindigd in onze competitie. En nou ja, dat was best wel naar tevredenheid. En hebben na competitie gespeeld. En zijn toen door een hoger team, door Winkel aan de tweede klasse. Ja, zij bleken beter. En dus dit jaar opnieuw in de derde klasse. En we hebben nog maar 1 wedstrijd verloren. En de rest van de wedstrijden allemaal gewonnen. Hoe groot is de voorsprong nu op de nummer 2? We staan nu 5 punten voor. En 1 wedstrijd minder. Nou, zit al in de pocket dan, hè, denk ik, de kampioenschap. Nou ja, de punten worden het kampioenschap wordt pas aan het eind van het jaar verdeeld. Dus, En dan op de platte kar door Limmen? Ja, dat is zeker de bedoeling, ja, ja. Dames en heren, mag ik een applaus voor de derde winnaar van de halve finale van The Winner is. Dit is Jenny Tienestra. Thank you.
Op de Brink. We gaan bekendmaken wie er sportkampioen wordt in de categorie Sportmannen 2012. Wordt het Michel Butter, Hubert Kivit of Ronald Schreur? De wethouder heeft het verlossende antwoord in de envelop. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben zelf net zo benieuwd. Er zijn mensen die denken dat ik het weet, maar dat is helemaal niet zo. En ik ga er ook niet stiekem even in kijken. Maar de sportman van het jaar van 2012 van de gemeente Castricum is geworden Michel Butter. Michel Butter is sportkampioen in de sportman 2012. En de leider wordt door zijn gewin ondervindt en zo. Kijk je af. En als atleet. Wie wordt er sportvrouw 2012? Is dat Birgitta Perton Jansen of Monique Arkenbout? Verlost u ons? Ja, dat wil ik met groot plezier doen. De sportvrouw van het jaar 2012 van de gemeente Castricum is geworden Monique Arkenbout. Ik ben er zo van.